Ja, ik kijk ook wel eens televisie. Ik erg ik me heerlijk aan van die sommige van die presentators. En dat is vooral bij de EO het geval. Hebben jullie dat ook? EO? Tegenwoordig die Bert van Leeuwen met een familiediner. Dat is zo over... verschrikkelijk. Kleren vind ik dat. En nou ja, goed, dat is een beetje de waardige opvolger eigenlijk van iemand waar nu een liedje over gaat zingen. Oh, het is van Brigitte Kaandorp en het heet Andries Knevel. Oh, dat wordt gekend geloof ik. Het gaat over een nachtmerrie. Het gaat niet altijd goed met mij, vaak zelfs ronduit slecht. Meestal ben ik met mezelf en alles in gevecht. Toch denk ik vaak als ik weer boos ben voor de stukje boom. Wel fijn dat ik het niet met Andries Knevel hoef te doen. Ook ben ik vaak verdrietig en ik het weer eens verbruikt. Zo is het weer aan met mensen, zo is het weer uit. Ook als ik snikkend op een bank in het plantsoen, dan denk ik wel fijn dat ik het niet met Andries Knevel hoef te doen. Ik ben ook eens opgenomen, want ik was volkomen knots. Ik sneed mezelf met messen en ik zat onder de kots. Ik riep toen ze me haalden voor het gekke paviljoen. Als ik het allemaal niet met Andries Knevel hoef te doen. Liever op een paard of een schaap of een kameel, dan dat ik mijn lakens met Andries Knevel deel. Liever midden in de nacht in een moeras verdwaald, dan dat Andries Knevel plots zijn dien tevoorschijn haalt. Ik word liever door een marsman meegenomen, dan dat ik Andries Knevel tot een hoogtepunt volkomen. Liever in een buitenwijk, dan met hem in de dijk. Ook al zie ik dan waarschijnlijk helemaal geen groen, als ik dan maar niet met Andries Knevel hoef te doen. Ik zie me op mijn sterfbed liggen, eindelijk tot rust. Al die rare angsten van me, eindelijk als zust. Ik denk terwijl mijn dierbare droevig al mens konden staan. Zo fijn dat ik het nooit met Andries Knevel heb gedaan. Dan sta ik aan de hemelpoort en word daarop gewacht. Door God en zo en om mijn hemel als ik het niet dacht. Ik zie hem staan en God zegt, je moet heus naar binnen gaan. Maar... pas als je het eerst met Andries Knevel hebt gedaan.